lieve mensen. Het is een gekke dag. Want vandaag gaat niet over de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Vandaag gaat over onze Eberhard van der Laan. En dat betekent dat ik vandaag niet ga praten over de campagne of over de toekomst van onze partij. Niet over winnen of verliezen. Vandaag gaat het over omzien naar elkaar. Zoals Eberhard dat deed. Vandaag gaat het over iedereen die iemand mist in zijn leven. Over mensen die getroffen worden door ziekte en hun naasten die daar zo goed mogelijk mee om proberen te gaan. Over het grote verlies van het gezin van Eberhard van der Laan. Zijn vrouw en zijn kinderen. Het verdriet van alle Amsterdammers. Het verdriet van ons allemaal. Die in hem inspiratie vonden. Opstaan en opkomen voor elkaar. Gewoon een beetje lief zijn voor je medemens. En vanaf vandaag zal dit de dag zijn dat we Eberhard verloren. En zal hij mijn inspiratie zijn als nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik dank alle leden voor het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven. Leden die daarmee kiezen voor een Partij van de Arbeid die zich weer verbindt met het alledaagse leven van mensen. Centraal zet wat er echt toe doet. En ik wil ook Gerard en Astrid bedanken. Jullie hebben laten zien dat samenwerking je ver brengt. Dat er grote verschillen zijn in mensen in onze partij. Maar niet in ons gezamenlijk doel. Een partij die kansen creëert voor iedereen. En dan mijn campagneteam. Lieve, lieve mensen. Zoveel talent en zoveel blind vertrouwen in elkaar. Dank jullie wel. En Hans, je hebt grote hoogtepunten meegemaakt als voorzitter. En ook diepe dalen. Maar of de zon nu schijnt of als het donderde in onze partij, jij was er altijd. Ik wil je daar ontzettend voor bedanken. En tenslotte wil ik waardering uitspreken voor iedereen die zijn stinkende best doet elke dag voor onze partij. Van de man op de markt die al 30 jaar folders uitdeelt, tot de minister in het kabinet. Alleen wij samen zijn de Partij van de Arbeid. En daar hou ik het bij. Lieve mensen, bel vandaag je geliefde, je moeder of je vader. Hou elkaar even stevig vast, als dat kan. Morgen is er weer Partij van de Arbeid. Voor nu, heb lief. Dank jullie wel.